Als belegger zijnde zie je vaak aandelen voorbij komen in het nieuws of op YouTube en het lijken dan interessante aandelen, maar als je vervolgens een waardering gaat maken voor het aandeel, zie je dat ze op dit moment in ieder geval niet interessant geprijsd zijn. En daarom wil ik het in deze video gaan hebben over de aandelen watchlist, of soms noemen ze het ook een aandelen wishlist, en waarom zo'n lijst juist heel belangrijk is voor beleggers. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passief inkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Afgelopen maandag maakte ik een video in de serie van interessante aandelen en daarin zei ik ook van op dit moment is het heel moeilijk om interessant geprijsde aandelen te vinden. Je ziet dat heel veel aandelen hoog gewaardeerd zijn, hoge prijzen hebben en in die video gingen we dan ook juist een aandeel bekijken, dat was Microsoft. En de vraag van, ja, is het op dit moment ook interessant bij de huidige prijs? Nou, we zagen wel dat het aandeel heel interessant was, maar niet tegen de huidige prijs. En dat zou dus ook een aandeel kunnen zijn geweest wat ik eventueel op mijn aandelen watchlist zou hebben gezet. Maar wat is dan een aandelen watchlist? Een aandelen watchlist is eigenlijk gewoon een lijst van aandelen die je al hebt onderzocht. Aandelen die jij interessant vindt om te bezitten in de toekomst, maar niet om op dit moment te bezitten, omdat tegen de huidige prijs het niet interessant is om het aandeel te kopen. En juist dus omdat het eigenlijk gaat over aandelen die je graag zou willen bezitten, wordt het ook vaak een wishlist genoemd. Dan kun je dus eigenlijk een beetje zeggen dat het een soort van verlanglijstje van aandelen is. En soms hebben beleggers meerdere lijstjes. Zo heb je bijvoorbeeld een lijstje van aandelen die je nog moet gaan onderzoeken. Je kunt ook een lijstje hebben van aandelen die je interessant vindt om bij te houden op de korte termijn. Of juist een lijstje zoals de watchlist van aandelen die je graag zou willen bezitten voor op de lange termijn. En dus Microsoft zou in dat laatste geval komen op die watchlist van mij. Want Microsoft heeft dan nu een hoog PE-ratio, is hoog gewaardeerd. Maar dat zal waarschijnlijk niet altijd zo blijven, de laatste jaren wel. Maar er komt een keer een moment, een flinke correctie, een crash op de markt, dat ook het aandeel Microsoft onderuit gaat en dan wel een keer bij de prijs komt die interessant is om te kopen. En juist op dat soort momenten, misschien wel juist op de momenten van een crash of in een bepaalde sector die hard onderuit gaat, dan pak je jouw watchlist erbij, kijk je welke aandelen erop staat, kijk je tegen welke koers je het aandeel had willen kopen en kun je dus vrij snel zien of in ieder geval die koersdoelen op dit moment al bereikt worden. En behalve een watchlist heb je vaak ook een soort van favorietenlijstje, maar dat is dan wel net iets anders. Heel veel brokers bieden bijvoorbeeld zo'n favorietenlijst aan. Bijvoorbeeld ook DEGIRO, dat is de broker waar ik gebruik van maak voor de aankoop van mijn aandelen en ETF's. Mocht je nog op zoek zijn naar een broker, bekijk dan zeker ook DEGIRO en een affiliate link om gratis een account te openen vind je onder de video terug. Maar als we bijvoorbeeld inloggen bij DEGIRO, en dit is al mijn tweede account wat ik gebruik om €250 per maand te investeren, waar ik ook een videoserie over heb, dan zie je hier links bijvoorbeeld je portefeuille en dan kun je alle aandelen zien die je hebt. Maar je hebt ook ergens een lijstje staan in het menu genaamd favorieten. Als je daarop klikt, zie je in dit geval heb ik 4 favorieten even toegevoegd voor deze video. Bijvoorbeeld Apple, Microsoft, Tesla en de Trade Desk. En hier kun je wel heel veel informatie zien, maar ik vind dat er niet genoeg informatie staat om het dan ook echt een watchlist te laten zijn. Daarom noem ik het ook echt een favorietenlijstje, omdat je bijvoorbeeld niet je eigen koersdoel kunt toevoegen of niet het huidige PE-ratio kunt zien. Mocht je trouwens een account bij DEGIRO hebben, dan kun je bijvoorbeeld als je een aandeel opzoekt, dan zie je vaak hier bovenin zo'n sterretje staan en daarmee kun je dus op bijvoorbeeld een favorietenlijst zetten, of je kunt ook andere lijsten aanmaken. In ieder geval op die manier kun je een aandeel dus als favoriet aanmerken. En zoals ik al zei, vind ik het dan niet genoeg om ook echt een watchlist te laten zijn, maar het wil niet zeggen dat het geen waarde heeft, want op deze manier kun je bijvoorbeeld wel aandelen alvast een soort van samenvatting maken, zodat je weet van ik heb opgezocht dat dit het juiste aandeel is op de juiste beurs met het juiste ISIN-nummer. Dat mocht ik ooit in de toekomst Apple willen kopen, dan hoef ik het niet op te zoeken. Dan ga ik naar mijn favoriete lijst en weet ik zeker dat ik het juiste aandeel heb. Maar als je dan serieus aan de slag wilt gaan met een watchlist, kun je hem denk ik het beste zelf bouwen. Bijvoorbeeld in Excel of in Google Sheets, zoals ik hier heb gedaan. Hier heb ik voor mezelf een overzicht gemaakt, een watchlist gemaakt. En nou is het niet zo dat dit per se de juiste bedragen zijn zoals ik het zou willen zien, maar dit is wel zoals ik hem zou gaan maken en ook eventueel wil gaan gebruiken voor mezelf. En het idee hiervan is dat je eigenlijk heel veel informatie over een bedrijf al ziet. Je ziet welk bedrijf het is, wat het tickersymbool is. Hier zien we het koersverloop van het laatste jaar is dat. De koers op dit moment, een beurswaarde, maakt op zich niet heel veel uit de beurswaarde, maar wel interessant om te zien hoe groot een bedrijf nou is. We zien een PE-ratio. kunnen wij vrij snel al zien van is het overgewaardeerd of niet. Tenminste, als we daarvan uitgaan van een PE-ratio, de winst per aandeel, de beta. Dat geeft eigenlijk vooral aan hoe sterk reageert het aandeel als de beurs ook, de hele brede beurs eigenlijk fluctueert. Dan zie je bijvoorbeeld dat dat Microsoft juist minder sterk reageert dan de beurs, terwijl Tesla juist 2 keer zo sterk reageert als de beurs. Dus gaat de beurs bijvoorbeeld 1% in zijn geheel onderuit, dan is het meestal zo dat Tesla 2% onderuit gaat. Dan zien we hier ook nog een 52-weeks hoogtepunt, een 52-weeks laagtepunt en het verschil daarvan. Dus op dit moment zit bijvoorbeeld Tesla bijna 26% onder het hoogste punt van de laatste 52 weken, maar tegelijkertijd ook 71% boven het laagste punt van de laatste 52 weken. En wat het dan, dit kun je eigenlijk dus ook zien in een favorietenlijst, wat het dan juist een watchlist maakt, zijn de laatste paar kolommen. Kolom Q in dit geval heb ik een koersdoel staan, daar vul ik bijvoorbeeld in voor Apple 125, maar geloof ik is dat eigenlijk 100. Voor Microsoft hebben we van de week nog berekend, komt dat ongeveer op $200. Of voor Tesla, ik zeg vaak $700 tot $800, maar ik heb even ingevuld $650, maar dat kan bijvoorbeeld ook 700 zijn. En dan kun je zien van hoeveel moet de koers dan op dit moment nog dalen, wil die het koersdoel bereiken wat ik heb neergezet. Nou, in het geval van Apple moet het nog 43% dalen, in het geval van Tesla moet er nog 25% af. En de volgende kolom is dan een datum, want je wilt natuurlijk een koersdoel berekenen. Je maakt je eigen waardering voor een aandeel. En dat doe je op een bepaald moment. Dit is bijvoorbeeld begin van de maand geweest. Dit was afgelopen maandag bijvoorbeeld. In die video maakte ik die dingen. En daar kun je eventueel nog een opmerking toevoegen. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om ook te vermelden wanneer je die berekening maakt. Want misschien wordt jouw koersdoel pas over 18 maanden bereikt. En dan is het wel belangrijk om te weten van, was dat een koersdoel wat ik pas geleden nog berekend heb? Of is dat er weer een oud koersdoel en is het dus heel erg belangrijk om juist een nieuwe waardering te gaan maken voor het aandeel? En juist door het bijvoorbeeld in Google Sheets te maken, heb ik het zo gedaan dat je gebruik kunt maken van de formules van Google Finance. Dus stel, we zouden AMD willen kopen. We vullen AMD en dan wordt alle informatie opgehaald. Zeg bijvoorbeeld dat we $90 willen betalen voor het aandeel, zien we dat het aandeel nog 30% moet dalen ongeveer. Of misschien hebben we zoals laatst Facebook, vinden we interessant om bij te houden. Ik heb toen volgens mij een berekening gemaakt dat we ongeveer $240 wilden betalen. Dat zou betekenen dat het nu al het koersdoel, ja, de huidige koers is lager dan het koersdoel, dus dat zou betekenen dat het interessant is. En aangezien ik het recent heb gedaan, zou je al kunnen uitgaan van oké, dat is dan wel misschien een moment nu om het aandeel te kopen. En juist dus als je ook nog de voorwaardelijke opmaak gebruikt, dat je ziet van is het groen, dan zien we dat het al positief is om eventueel te kopen. Terwijl als het rood is, is het nog niet het juiste moment om het te gaan kopen. In ieder geval is ons koersdoel nog niet bereikt. En wordt het koersdoel dan bereikt, is het dan ook meteen het moment om het aandeel te kopen? Want misschien maken we vandaag of van de week een waardering voor het aandeel en wordt dus pas over 18 maanden het koersdoel bereikt. Maakt het dan uit of het wordt bereikt? Is dat al meteen een reden om het aandeel dan te gaan kopen tegen die koers? Nee, dat is zeker niet het geval. Ik denk dat er zeker 3 heel belangrijke punten zijn die we altijd nog even na moeten lopen voordat je overgaat tot de koop van een aandeel. Ten eerste wil je gaan onderzoeken of alleen dit aandeel onderuit gaat, of dat het de hele sector is of de hele beurs. Dan kun je eigenlijk uitsluiten dat er iets verkeerd is met het bedrijf, want misschien gaat wel de hele beurs onderuit en is het dus heel logisch, is er niks per se met het bedrijf aan de hand, maar hebben we te maken met een crisis bijvoorbeeld. We gaan wel altijd nog kijken natuurlijk, dat is het tweede punt, als we al lange tijd geleden een waardering hebben gemaakt, om te kijken of er in de tussentijd eigenlijk nog een fundamenteel iets is veranderd aan het bedrijf. Zijn omzetverwachtingen voor de toekomst in één keer slechter geworden? In het geval van Pinterest zien we gebruikers juist het platform verlaten. Dat is bijvoorbeeld een behoorlijk belangrijk punt als je een waardering gaat maken. En dat is eigenlijk ook het laatste punt van kijk wanneer je dus die laatste waardering hebt gemaakt. Is dat een week geleden, dan zal er waarschijnlijk niet heel veel veranderd zijn met het bedrijf. Daalt het dan als enige wel heel sterk, dan zal er juist wel iets fundamenteels veranderd zijn met het bedrijf. Maar heb je dus een waardering gemaakt 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden geleden, dan is het zeker nu het juiste moment dus om opnieuw een waardering te maken met de actuele cijfers, zodat je ook een actuele waardering hebt. En als samenvatting van deze video zou je dan kunnen zeggen dat een watchlist dus eigenlijk een soort van verlanglijstje is van aandelen die jij zou willen hebben. En dat je daarbij ook vermeldt van tegen welke koers je dat aandeel zou willen kopen. Het geeft tegelijkertijd een soort van een houvast of een soort van boodschappenlijstje Op het moment dat het juist slecht gaat op de beurs, dan speelt emotie een heel belangrijke rol bij heel veel beleggers. Misschien ook wel bij jou, dat je dan heel veel informatie tegelijkertijd binnenkrijgt, te maken krijgt met emotie. Maar juist op dat soort momenten kun je dan jouw watchlist erbij pakken, jouw boodschappenlijstje dus eigenlijk. En kun je zien van, oh, Microsoft had ik berekend, $200, dat zou ik willen betalen voor een aandeel. Nu zijn we bij $200, dus in plaats van in paniek te raken en denken, oh, er is in één keer heel veel van de waarde van Microsoft weg, moet je juist eigenlijk een kans zien en zeggen van, ik had eerder berekend dat het dit waard is. Laat ik kijken of er iets echt veranderd is met het bedrijf. Of dat het juist een interessant moment is om in te stappen in het aandeel. En aan de ene kant is het dus een lijstje waar je door je snel kunt reageren als er iets heel erg misgaat op de beurs. Maar aan de andere kant is het tegelijkertijd ook een overzicht dat je gewoon dagelijks, wekelijks misschien of maandelijks bijhoudt. En dat je ook bepaalde aandelen langzaam ziet dalen. En dat je dus eigenlijk van tevoren al, net voordat het aandeel jouw koersdoel bereikt, al ziet van, oh, het zit er misschien aan te komen. Laat ik nog eens opnieuw het aandeel onderzoeken. Opnieuw een waardering maken. Dat mocht er dan het koersdoel bereikt worden, dat ik dat al heb gedaan. En dat ik daar geen tijd meer aan hoef te besteden en dus snel kunt handelen. En daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van deze video. Maak je al gebruik van een watchlist? Of heb je misschien nog vragen? Laat ze dan zeker achter in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien waarbij je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.